Vlaanderen feest natuurlijk ook vanuit Diksmuiden. Welke Vlaamse klassieker, muzikaal, mogen we jou voorschotelen? Goh, dat is niet gemakkelijk, serie, want er zijn er zoveel. Maar een van mijn favorieten is nog steeds John Terra met De dag dat het zonlicht niet meer scheen. Rosanne van Wim de Kranen. Alright, ja, dat is wel echt een hele klassieker. Ja. En waarom? Heeft dat een speciale betekenis voor jou? Ik vind dat een nummer met beeld, klank en geur. Ik vind dat zo mooi. Zo'n mooi verhaaltje en ik kan dat bekend voelen, wat dat hij daarin wilt vertellen. Ik vind dat echt een van de schoonste Vlaamse liedjes ooit gemaakt. Ik denk dat de klassieker toch wel Ik hou van jou is. Dat blijft door de jaren heen, dat blijft overeind. Ik bedoel, Like Me heeft het nu ook gedaan. Het zijn toch nummers die hun plaatsje gevonden hebben, denk ik. En maar ik zing het ook graag. Het blijft ook iets voor iedereen. En het blijft ook nog altijd fantastisch klinken, ja, gewoon. Het blijft een fantastisch nummer. Laat de zon in je hart. Dat is, weet je, dat was net het einde, de allerlaatste keer dat Tien om te zien was. Ik weet dat nog, dat jaar. En Willy Sommers, die komt met dat nummer. En dat was een hit, een superhit. En nog altijd. Mijn vader, toen was ik nog maar zo klein, die zong altijd, die kon ook heel mooi zingen. En die zong altijd, als je zingen scheren was nog met zo'n kwast. En dan zong die altijd, ik ben zo eenzaam zonder jou. Dat moet er dan achter. Ja, ja, ja. En ik vind dat een nummer, daar kan je blijven aan luisteren. Die melodie, die... La, da, 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 da. En als je kijkt, het kleinste kind van 8 jaar, 7 jaar, 6 jaar, die kent dat liedje. Ja. En dan heb je een hit. Hoe zeggen ze dat? Op speelgoed staat van 9 tot 99. Dat is ook bij de hit van Willy Sommers. Ja, ja, ik vind dat super. Ja. Verlaat me nooit van Salim Segers. Dat is zo charismatisch, vind ik dat. Ja, ja. Ja, en het eerste woord begint verlaat. Me nooit. De rest is geschiedenis eigenlijk. Ja, zo meteen zit ze in je televisie, Céline. Dus blijf zeker kijken naar deze live-uitzending hier bij Ment. En zo meteen na 12 uur heb ik het bezoek van en de man die vorig jaar het Vlaanderen feestlied maakte en van een gulden spoordrager. Een echte ondernemer. Iemand die van verantwoord ondernemen zijn handelsmerk maakte en zijn bedrijf tot beste werkgever van het land liet kronen. Met pensioen, maar nog heel actief, Wouter Torfs en ook zo meteen Jeremy Vrielink. Tot zo.